Pier en Marieke, Sjoge, Zoon. Een Hoi. Jongen en een pampe, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt niet als een oor. Maar toch had het een leuke maat. Ja, hey, heel speciaal. Fratsen, fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Parkeren. Douwe de Vries, de uitvinder, gaat van de skelter van Pier en Marieke een twashitter maken met een motorke op zinne-energie. Dat laatste weet je niet. Pier en Marieke broeken het motorke ek alleenig in neetgevallen. Joet binnen ze maar de skelter naar de supermerk om een paar boodschappen. Hé, hey, daar laten we de skelter haast. Wat bedoelst? Nou, als wij in de winkel binnen. Daar laten we de skelter nou zo lang. Waar de winkel? Er is geen plak. Eerst in al die winkelkarkers. Ja, we zorgen wel. Oors gewoon op het parkeerterrein bij de auto's. Oké, hast die fietslot, Biddy? Ja, ik zet hem al vast, wat toch? Oh jee, hé, maar Sjen, wat is het drok? Het hele parkeerterrein zit vol. Tjee, wat een auto's. Om zo, daar achteraan. Kijk, hier krijgt een auto voort. Daar zetten we hem del. Vlug, vlug, voordat die order is. Oké, traapje. Hunner, er zit al een auto achter u. Ik ken het, Hunner. Maar hij kan met je dos net voorbij. Het is een dikke patsie, jong. Heel grote auto. Ja, ja. Kom maar. Ik ken het, Hunner, beste man. Misschien wil er hier ekel staan. Maar wij zijn eerst. Haha, mooi plakje. Machine. Mooi toch, zo? Alle rond. Hier. Die man wil je steen. Nou, die man mij je wil steen. Maar zijn auto net. Hier maar jij de wijze matten. Maar als er nou leuk wordt. Jammer dan. Kom mee, als de tas. Oh, wacht even. Het slot. Hij maakt nou zeker op slot. Of scoot hem je rek nog wij. Zo, een hoes afest. Kom maar. Dit helemaal mooi muziek, meidje. Die man komt erom. Hey, Jim daar. Zet dat ding aan de kant, de kinderen staan erin. Sorry, maar we moeten eerst even naar de winkel. Maar in kwartierken ben we hier weg, meneer. Ben je hem nou hier al dan, mijn sjoggen? Voort maar dat ding, ik moet er steen. Het plakje is bezet, jammer genoeg. Wij willen eerlijk eerst. Hak niet met de meidje. Op soortje nou, wat zullen we nou beleven? Ik steer mijn auto. Ja, en wij mijn skelter. Dag, meneer. Kom. Maar dit is een plak voor auto's. Alleen voor auto's, ga je hem dat begrepen? Maar op dat bord test je het. Voertuigen uitsluitend parkeren in de vakken. Dus dit terrein is van voertuigen? Ja, en een voertuig is een ding met je motor. Een auto dus. En als je nou net als er zo in de meter aan de kant keert met dat stomme ding, dan bel ik de politie. Ik liep bij je net onder kant zitten, terug een paar snotapen. Nou, doggen jou de politie de groeten? Wat? Wij zijn in de winkel, als u ziekje. Bied de frisdranken. Wat? Als Pier en Marieke een kwartier later werd naar de winkel uitkomen, zogen ze krek een politiebusje het parkeerterrein opriepen. Tje, daar. De politie. Die vindt dat echte politiebellen. Wat een oorsteller. Maar hoe maakt het nou? Als krijg ik nou een bekeuring. Een bekeuring? Hoezo? Wij hadden toch niet het verkeerde in. Kom dan maar. We gaan er gewoon heen. Net te bang. Ik weet net... Ja. Daar komen ze. Dat zijn die apenkoppen die hier het hele parkeerterrein in beslag nemen. Nou, het hele parkeerterrein? Ja, mansje. Toch is misschien toch dat ik de politie net bel je zo, maar ik liet me je net terug op je snotapen naar aan de kant zetten. Politie, je kunt nou zelf zien wat ze doen. Ik zeg het ja. Is die skelder van Jim? Ja. Nou, van uw beiden. En Jim kan wel lezen, hoor. Wat staat daar op dat boord? Voertuigen uitsluitend parkeren in de vakken. Nou, dat gaan wij doen. Ja, maar voertuigen binnen auto's en zo. De dingen met een motor.
dingen met een motor. Die mag je hier parkeren. Ja, correct. Dit is je net bedoeld voor fietsen of zo. En een skelter is ik een soort van... Ding met een motor. Nou, kom maar Rieke. Stap maar op. Wij zullen ons voertuig hier even wijrijden. Dan is dit plakje weer vrij voor een dikke auto. Dag! Doei! Pier had het elektromotorke inskekelen en met een kalm gonkje rieden ze het parkeerterrein af. Marieke wuift vrolijk naar de plisje en de dikke man die maar iepen moelen naar haar steen te zien. Misschien krijgt die dikke kerel nog zelf wel een bekeuring. Hoezo? Waarvoor dan? Zijn auto had de heel diep boeten de vakken steen. Oh ja!